De hypotheekshop kende ik al van een paar jaar geleden, of 2,5 jaar geleden, toen ik deze woning kocht. Toen ben ik naar de hypotheekshop gegaan, die heeft mij toen goed geholpen. En nu was ik vorig jaar helaas in de situatie van een echtscheiding terechtgekomen. En ik wilde dezelfde woning behouden. Dus ik ben naar de hypotheekshop gegaan, weer om advies te vragen wat ik nou moest doen. Nou, ik ben bijna 65, ik moet nog 2 jaar werken. Dus ik dacht, er zullen allerlei problemen zijn om nog wat hypotheek te krijgen. Maar dat viel gelukkig mee. De hypotheekshop heeft mij prima begeleid daarin. De verstrekkers van hypotheken die zijn zelfs wat meer coulanter. Maar mensen die op leeftijd zijn om een hypotheek te verstrekken, omdat ze ook niet verwachten dat je binnen 30 jaar weer aflost, gezien de leeftijdsverwachting. En dus ik was positief verrast dat de hypotheekshop met dat advies kwam. En ik heb er ook goed gebruik van gemaakt. Dus bedankt, hypotheekshop. Voor Paul en zijn partner heb ik een paar jaar geleden een hypotheek afgesloten bij de aankoop van hun woning. Paul heeft contact met mij opgenomen omdat hij aangaf uit elkaar te gaan met zijn partner. En hij wilde graag in de woning blijven wonen. Omdat de hypotheek die hij al heeft op zijn woning was gebaseerd op 2 inkomens, was het best wel een uitdaging om die hypotheek voor hem te kunnen regelen. Maar omdat bij een relatiebeëindiging er ruimere leennormen mogelijk zijn dan bij een normale hypotheekverstrekking, is het ons toch gelukt om de hypotheek volledig op zijn naam te zetten en nog een extra bedrag te kunnen financieren om zijn ex-partner uit te kopen. Daarbij was ook een erg belangrijk punt dat Paul binnen 10 jaar de pensioengerechte leeftijd bereikt. Waardoor het ook mogelijk is om ruimere leennormen te hanteren dan bij een normale hypotheekverstrekking. Zodoende is het, ondanks dat het op basis van de normale leennormen niet mogelijk was geweest om die hypotheek op Paul zijn naam te zetten, het gelukkig toch gelukt.